Hartelijk welkom bij de eerste biocast van hoofdstuk 2. En hoofdstuk 2 heet bewegen. En hoofdstuk 2 heeft weer een heel aantal leerdoelen. De dingen die je moet kunnen. Zo kun je dadelijk afvinken of je alles al kent. En dan kun je dus bepalen of je al een goede toets kunt gaan maken. Je moet een aantal dingen kunnen. Je moet 22 verschillende botten van het lichaam kunnen benoemen. En je moet die botten ook in een afbeelding kunnen herkennen. Je moet 4 taken van het skelet kunnen noemen. Ook moet je kunnen uitleggen waaruit been en kraakbeen bestaan. Je moet kunnen vertellen hoe een botbreuk herstelt. Ook moet je kunnen uitleggen hoe de wervelkolom als een schokbreker werkt. Je moet kunnen vertellen welke lichaamshouding je moet hebben bij het tillen en bij het zitten. Ook moet je 4 verschillende botverbindingen kunnen noemen en die ook in een afbeelding herkennen. 8 onderdelen van een gewricht benoemen en ook weer herkennen in een afbeelding. Je moet 3 verschillende gewrichtstypen kunnen noemen en ook weer kunnen herkennen in een afbeelding. Je moet dus heel goed op de bronnen, op de plaatjes letten. Je kan 4 verschillende gewrichtsblessures noemen en omschrijven. Je moet kunnen vertellen wat antagonisten zijn. Je moet 4 onderdelen van een spier kunnen benoemen en herkennen in een afbeelding. Je moet kunnen vertellen hoe spierpijn ontstaat en nog belangrijker, hoe je het kunt voorkomen. Je moet 2 spierblessures kunnen noemen. Je moet kunnen uitleggen dat het hart een spier is. Je moet kunnen uitleggen hoe voedsel door het verteringsstelsel vervoerd wordt door kring- en lengtespieren. Je moet kenmerken kunnen noemen van willekeurige en van onwillekeurige spieren. Je moet kunnen uitleggen dat alle gewervelde dieren hetzelfde bouwplan hebben en dat bouwplan ook kunnen herkennen in een afbeelding. Je moet kunnen vertellen hoe de 5 groepen gewervelde dieren zich voortbewegen, elk op hun eigen manier. Je moet kunnen vertellen wat de voor- en nadelen van top-, teen- en zoolgangers zijn. Ook moet je kunnen uitleggen hoe je aan het skelet van een dier de leefwijze kunt aflezen. Dan zijn we er bijna, want het is al lang genoeg. Je moet kunnen beschrijven hoe vogels vliegen, dus de bewegingen die ze maken. Je moet kunnen uitleggen hoe het überhaupt komt dat vogels kunnen vliegen. En je moet kunnen uitleggen hoe het komt dat vogels in de lucht blijven. Nou, bedankt genoeg om te leren in dit tweede hoofdstuk van het biologieboek. 2.1, de eerste paragraaf, die heet botten. Nou, daar gaan we naar kijken. Je ziet hier de belangrijkste botten van je lichaam. En die moet je op naam kunnen brengen. Dan heeft het skelet een aantal functies. Het skelet zorgt ervoor dat je kunt bewegen. Ook zorgt het voor stevigheid. Het zorgt voor bescherming van bepaalde organen. En het zorgt voor de vorm van je lichaam. In dit geval van je hoofd. Daar heb ik nog een paar plaatjes van. Hoe was het ook weer? Stevigheid, daar zorgt je skelet voor. De vorm, die wordt ook bepaald door het skelet. Het zorgt voor bescherming. Alhoewel, als je zulke klappen op je hoofd krijgt, daartegen biedt zelfs je skelet geen goede bescherming. En het zorgt dat bewegingen mogelijk zijn. Hier zie je plaatjes van beenweefsel. En je kunt in allebei de plaatjes herkennen beencellen. Het zijn dus levende cellen. Hier zie je bloedvaatjes lopen. Daartussen zit tussencelstof. En bot bestaat uit kalk en uit lijmstof. En bot, het is zo stevig en weinig buigbaar, bevat heel veel kalk en weinig lijmstof. Onthoud dat, want we gaan kijken naar kraakbeen, zoals dat voorkomt in je neus en je oorschelpen. Hier zie je een microscopisch plaatje van kraakbeen. Hier zie je de cellen zitten, kraakbeencellen, en er is heel veel tussencelstof. En ook kraakbeen bestaat uit kalk en uit lijmstof. Maar precies andersom, zoals dat was bij het beenweefsel, bestaat kraakbeen uit heel weinig kalk en heel veel lijm.
de wervelkolom. En die kun je in drie gedeeltes onderverdelen. In de halswervels, in de borstwervels en de lendenwervels. Daaronder zit nog het heiligbeen en daaronderaan het staartbeen. Dan zorgt die bepaalde vorm van die ruggengraat ervoor dat hij een beetje als een schokbreker werkt. En dat komt door die dubbele S-vorm die hij heeft. Daardoor kan hij wat inveren. Hier zie je een ruggenwervel met het wervellichaam, met het wervelgat en hier de aanhechting van de ribben. Daar zit die ribben aan vast. En hier zie je door het wervelgat het ruggenmerg komen met eraan de zenuwen. Die zorgen ervoor dat de boodschappen onder andere naar je spieren gegeven kunnen worden. En tussen die wervels zit de tussenwervelschijf van kraakbeen en die kan dus iets ingedrukt worden. Daarom ben je bijvoorbeeld 's avonds een stukje korter dan 's ochtends. Want overdag heeft dan al je hele lichaam, je hele gewicht gedrukt op die tussenwervelschijven. Als je hier iets gaat tillen, dan is het belangrijk dat je zorgt dat de stand van je rug de juiste manier is. Links is niet goed en rechts natuurlijk ook niet. In het midden tillen met een rechte rug en door je knieën gebogen is het beste voor je rug. Ook als je gewoon aan je bureau zit, is het belangrijk dat alle zaken, de stoel, de tafel, op de juiste hoogte zijn. Dat zorgt ervoor dat je geen last van je rug krijgt. En dat was hem alweer, de 2.1 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.